free delivery and free returns. And returns are also accepted at any Sephora store. Compared to other beauty websites, it's virtually the only one there is. www.sephora.com. Come see. Register. What is donut.com? It's a free website that lets you bank, shop, and give online without a credit card. You pay with funds from your own online bank account at donut.com. Check it out now. Donut.com. EZQ, Z95.7. San Francisco. Silicon Valley, California. De internetkoersen staan hoog aan de hemel. Als engelen met geld en ondernemingsgeest dalen ook Nederlandse investeerders neer op het internetparadijs. Sephora.com. Only one has its own exclusive gift boxes, free wrapping and e-gifts. In eerste instantie leven we echt een fantastische tijd. En met de hele internetrevolutie en eigenlijk specifiek in de Valley is dat eigenlijk het mekka voor de investeerder en voor de entrepreneur. Alles speelt zich hier af op een paar vierkante kilometer. En je hebt hier de top VC's, de top lawyers, de mooiste ondernemingen. Alles zit hier op een hele korte afstand van elkaar. En hier worden bedrijven neergezet die de wereld veranderen. Mother Nature, I hear you can order gift baskets from MotherNature.com. You can even have them custom made, filled with natural products. So if I wanted to get something for my mother. Oh, exciting. And it's all because of Cooking.com. I can't stand it anymore. People have been logging on to this Cooking.com and ordering cookware and kitchen appliances and cutlery. The best mother don't you? Meneer Mol, waar zijn we nu beland? We zijn bij mij thuis. En dit is een feest ter gelegenheid van het bezoek van de ambassadeur. Dus Nederlands ambassadeur die woont in Washington. En die is nu Silicon Valley aan het bekijken. Dus we hebben hier een groot aantal mensen in high-tech uitgenodigd die kan ontmoeten. With less than 30 million in revenue, they had a $20 billion market cap. That's ridiculous. We moeten even met Adriaan spreken, want die is een Cadence. Cadence is, ken Cadence, hoor. Ja, hij used it all for the movie. Ja, ik heb een Max Store. Wat leuk, joh. Media. Het is media. Leuk. So, I looked it up on the internet. www.no30and31.org. Well, so we saw this whole wave developing, which we consider ultimately a good thing, but out of it has also come this huge financial bubble where all these stocks are just grossly overvalued. So we just felt like it was a story that had to be told. So rather than just doing it in a simple article, which we've done a number of smaller articles in Red Herring, we decided to do a book version of this, go out and interview 100 insiders, investment experts, entrepreneurs, venture capitalists, and get the scoop. And just about every one of them agreed with us that there's a financial bubble. Well, right now we feel like it's the classic case of too much money chasing too few good deals. So that's our concern. We're very, as we say, bullish on the internet. We think it's a revolutionary medium. There are 160 million users worldwide this year. There's going to be 500 million users worldwide in 2003. So it's definitely a revolutionary medium. But what we're concerned about is this big financial bubble that's popped up right now, the speculative euphoria, kind of like your tulips in 17th century Holland, where everyone went crazy about buying these tulip shares, hoping that there was a greater fool that they could sell it to for a higher price and get out quick. Even kijken, er is een ontzettende explosie van venture capital aanwezig. Waar komt dat geld vandaan dan? Overal vandaan, van grote corporations die zien dat internet heel belangrijk wordt en dat ze er nu in moeten zitten om geld bij grote pensioenfondsen. Dat is eigenlijk een heel belangrijk element. Maar u bent zelf ook een venture capitalist, in zekere zin? Ja, ik doe angel investments. Wat je daar. Ja, zo'n soort dagenbeduk. Nee, dagenbeduk is eigenlijk niet het goede woord. Dat mensen die zeg maar eerder geld verdiend hebben met bedrijven, dat die geld nu in nieuwe en jonge talentvolle ondernemers geld aanbieden om een bedrijf te starten.
Want u had ook een eigen bedrijf? Ja, ik heb een bedrijf gestart in eigenlijk eind van de 80 jaren en dat heette Prolin. En dat heb ik in 97 hebben we eigenlijk dat verkocht aan Hewlett Packard. Voor hoeveel geld? Voor een aanzienlijk bedrag. We hebben $50 miljoen, dus 100 miljoen gulden daarvoor gekregen. The cashed out entrepreneurs, we call those angels. They're people that have a lot of money, maybe $1 million to put into a company, hoping that they can speculate in that fashion and get a big return as well. But they're not experienced. Well, they are, but that's just more money going into this market. It's just more capital chasing few deals. So it's pumping up the bubble. Even kijken. En dan de internetgebruik, dat explodeert in Europa momenteel. De free internet access providers zijn daar belangrijk, zoals FreeServe en in Nederland Zonnet zijn daar belangrijke spelers bij. Dat is wel goed hè, dat alles gratis wordt, want dan krijg je steeds meer gebruikers. Ja, en dat creëert een enorme markt. En als laatste wat uit de bullet die hier niet op staat, is de toenemende... Ja, een enorme explosie van mensen die een bedrijf willen starten. I'm talking about VZones.com, the future of online chat rooms. It's more than just typing in words to communicate. It's more than everybody in one room chatting. It's an entire virtual zone. And you can look any way you want, blonde hair, brown hair. Walk all the way from San Francisco to Seattle, online of course. Play games, win... We zijn hier in San Francisco op ons kantoor in Amerika. Wat wij hebben gemaakt, voornamelijk door Nederlands ontwikkeld, is een programmaatje dat iedereen gratis kan installeren op internet. Iedereen kan het ophalen op internet en dan op zijn computer installeren. En het ziet er zo uit, het is ovaal, er zit een schermpje in het midden. En als je het één keer hebt geïnstalleerd elke dag, dan haalt hij automatisch nieuwe edities op. Het is een beetje zoals een krant automatisch bij je thuis wordt bezorgd. Zo wordt dit ook elke dag automatisch bij je op je computer bezorgd. Oh ja, dan komt over dit draadje binnen, dat is het verschil. Hoe noem je het product wat jullie aanbieden? Dit heet de BitMagic Player. Dit is het is een speler die filmpjes afspeelt die wij maken. Meestal begint het met iets nieuws in tekst. En daarna komt er een animatiegedeelte. Nee, ik vergelijk ons, zoals commerciële omroepen zijn. Ze zijn gratis om naar te kijken, maar dat wordt onderbroken door reclame. En daarop wordt geld verdiend. En ook worden producten te koop aangeboden die mensen kunnen bestellen. En daarop krijgen wij een commissie. Al die producten die... dat is fout. Wat wij doen, en wat het model is voor internetbedrijven, is dat je gelijk probeert heel snel groot te worden. En daarvoor vermogen aantrekt van investeerders. Die in ruil daarvoor aandelen in het bedrijf krijgen. En al die tijd dat je dus geen winst maakt, en voor ons zal het nog een jaar of twee duren. Leef je eigenlijk op het geld dat investeerders aan je geven in ruil voor die aandelen. Ik denk dat 20% van de internetbedrijven die momenteel beursgenoteerd zijn of die nu starten, structureel goed in elkaar zitten en 80% is gewoon rommel, is gewoon troep. Is het dan niet een illusie om te denken dat je eigen bedrijf bij die paar procent goed functionerende ondernemingen zit? Ik denk het niet. Ik denk dat ik heb bewezen in het verleden dat ik bedrijf in schepen weet te krijgen in 18 maanden. En dat bedrijf is nu enkele miljarden gulden waard. Het bedrijf heet Planet Internet. Als je dat naar de beurs zou brengen is denk ik 5 miljard gulden waard. En is winstgevend en gezond. En dus ik denk niet dat het in mijn geval een illusie is, want ik heb het al eens eerder gedaan. The euphoria over the internet has driven internet stock values to colossal heights. We do have a portfolio of internet stocks with a combined value of $410 billion based upon combined sales of relatively meager $15.2 billion and whopping losses of over $3 billion. In fact, only 22 or 16.5% of the companies in the bubble portfolio shows any profit at all. So if you're planning on doing a lot of your holiday shopping online and really want to save some money, make your way to Outpost.com, where overnight delivery is, hit it, free. Right. I'm Martin Mull. That's it for now, friends. Over and Outpost.com. If you don't get something special for your Aunt Mavis, you'll be disinherited and spend your golden years wearing a hairnet and flipping burgers instead of playing golf in Maui. But not if you visit 1-800-WineShop.com. At 1-800-WineShop.com, they specialize in premium wine and gift packages for every taste and occasion.
together with you. It's now been cut, and the firm is operational. Congratulations. Thank you very much. I think you have to be the first to get our American business card, that is. Thank you. Thanks. Shambhai. Flexible water. Veel internetbedrijven maken nog geen winst. En BeWise gaat ervoor zorgen dat ze wel winst gaan maken. Ja, het hele concept van winst maken is niet zo interessant in deze fase van de internet-economie. Dus, dat vind ik niet zo'n interessant verhaal. Ik denk dat BeWise kan zorgen dat bedrijven succesvol worden met hun e-commerce oplossingen. En dat wil niet per definitie zeggen dat ze winst hoeft te maken. Winst is een beetje old-fashioned concept. Maar waar gaat het dan wel om? Waar gaat het wel om? Momenteel gaat het voornamelijk om aandacht van de klant. En het is een soort gold rush op het ogenblik. Dus je moet de klantrelatie establishen. En dat zie je bijvoorbeeld Amazon. Ik gebruik graag Amazon als voorbeeld, omdat het een heel mooi voorbeeld is. Het interesseert ze weinig hoe de stockmarket over ze denkt. Waar ze eigenlijk alleen maar op uit zijn zoveel mogelijk klanten. En daarom hebben ze in een tijd van 4 jaar nu 13 miljoen klanten kopen bij Amazon. Momenteel zie je wel dat de stockmarkets waarderen bedrijven op het aantal klanten en het aantal klantrelaties. Dus waarderen bedrijven hoe succesvol ze zijn in het aangaan van die klantrelatie. En daar zit momenteel de waarde van bedrijven in. Hoi. Doei. Bye. Is dat het probleem? Ja, ik denk het wel. Kijk, ja. Wel even hard onderhouden. Ik denk dat we uiteindelijk wel een goede deal gemaakt hebben met de nodige escapes. Ja, ik vind het goed dat er een 12-maanden termijn en dat er een duidelijk resultaat in zit. Anders dan is het zo'n open eind. Ja. Maar ja, iedereen geeft een hoop geld uit aan marketing. Ja. Nou, je ziet op het scherm, je ziet een paar beestjes, zeg maar. Dat zijn de gossipjes. Die beginnen tegen je te praten. Dat zijn je agents, je butlertjes. Je kan wat uitleg vragen over wat ze aan het doen zijn. Dan beginnen ze tegen je te praten. In tekst weliswaar. Wat zijn die bolletjes? Die bolletjes, dat zijn de tasjes, de koffertjes die je ze mee kan geven. Die met die oogjes? Die met de oogjes, dat zijn de butlertjes. En ik heb er hier eentje. Die heeft een koffertje bij zich. Er zit nu niks in. Ik zal er eentje pakken waar wel het in zit. Hier, koffertje bij zich. Het gaat over art. En die sleep ik naar het internet. En dan zegt hij, zie je in een uurtje. Hup, weg is zie. En wat we doen is een product ontwikkelen. En wat mij voor ogen staat, wat we van plan zijn, is het internet veroveren met ons product. We zien hele grote toepassingsmogelijkheden hiervoor. Moeten wij internetgebruikers betalen voor dit product? Nee, voor ja, concept hoef je niet te betalen. Wat zeg je? Daar verdienen we dus niks aan. Nee, op dit moment verdienen we daar niks aan. Wat in ons belang is dat we deze toepassing bij zoveel mogelijk mensen onder aandacht krijgen. Dat zoveel mogelijk mensen onze software kunnen gebruiken. Dat we een hele infrastructuur op kunnen zetten. En als we dat hebben, dan kunnen we allerlei applicaties ontwikkelen. Alles is gratis economie. Nou ja, uiteindelijk zullen mensen moeten betalen voor producten die we maken. Dat is heel duidelijk. Voor nieuwe applicaties die we maken op basis van dezelfde technologie. Maar hoe meer geld je in het begin vraagt, hoe moeilijker het is om het te verspreiden. Als nu het product gratis op het internet wordt aangeboden, hoe kan uw onderneming dan er geld aan verdienen? Nou, nu nog niet. We verdienen nu nog geen geld. We geven wel veel geld uit aan het ontwikkelen, maar we verdienen nu nog geen geld. En ik voorzie ook niet dat we binnen een half jaar of een jaar geld gaan verdienen. MIADORA.com. Give her something special for Miadora. You'll never have to take the gift test again. I'd like to talk about Gorilla Park, which is our new venture. And Gorilla Park is the first internet business accelerator in Europe. So what I would like to ask you, if you're getting bored of the life here in the valley, then we in Europe could use your talents and your expertise to a great extent. So if that's the case,
Please. Please drop me an email or give me a phone call. Het idee bij Gorilla Park is dat we een omgeving willen creëren die Silicon Valley nabootst. Waarom Gorilla Park? Gorilla Park. Gorilla is dus de leider die uit zeg maar tijdens de tornadofase als de grote leider tevoorschijn komt. Dat is, die doet meer omzet en zeker meer profit dan alle competitie, alle concurrenten bij elkaar. Dan ben je een gorilla. Dan ben je een gorilla. Dus Cisco is een gorilla, Microsoft, Amazon. En die doen meer omzet dan alle hun competitie bij elkaar. En binnen hun paradigm zijn die ook niet meer in te halen, zeg maar. Die zijn zo verschrikkelijk powerful. En wat we met Gorilla Park proberen is om gorilla's te kweken, zullen we maar zeggen. Marktleiders, ja, absolute marktleiders. Have you ordered anything online recently thinking you might save a little money? Be aware, those pesky shipping charges are online shopping's dirty little secret. Well, for them, these are the most lucrative venture capital investments of all time. If you have an eBay, a Yahoo, an Amazon in your portfolio, that more than makes up for any companies that fail. They're getting in at pennies a share. So that's the thing that you have to understand. Their stakes are increasing 500-fold. So it's a no-lose game for them. Part of this current phenomenon, though, is trying to offload a lot of the old venture capital risk onto the public market. Those later phases of funding that the venture capitalists used to come in with with their own money is now being offloaded into the public market. So those who buy these stocks, companies that are not making a profit, are essentially participating in late stage venture capital without really understanding the risk. Yep. Yeah? Hi David, how you doing? I'm fine. Yeah. Ja, maar is er ook een bepaalde rat race of drive tussen investeerders nu om te zorgen dat jij als investeerder erbij bent, dat jij in het juiste bedrijf investeert? Ja, dat is natuurlijk dat is het hele spel van, zeg maar, je wil nu in de toekomstige gorilla investeren. Als je in een chimp investeert, ja, dan ben je geld dadelijk kwijt. Mm-hmm. En ja, überhaupt in die race daar naartoe. Zullen ondernemingen van alle ondernemingen, de totale marketwaarde van alle internetondernemingen is nu $500 billion. Van die bedrijven, daar gaat 2/3 van, bestaat over 8 jaar, bestaan niet meer. Over 5 jaar bestaat 2/3 daarvan niet meer. Maar dat 1/3 deel dat wel bestaat, dat zal. Het is nu de tijd dat zeg maar de namen als Philips en GA en Rolls-Royce van de internet-economie gevormd worden. En je ziet daar al een aardig aantal zeg maar verschijnen zoals Amazon, Yahoo, Cisco. Dat zijn bedrijven die nu helemaal zeg maar door het dak gaan qua groeimogelijkheid. We have an internet index of companies. It's the companies that have gone public. They have market capitalizations of $100 million. That index alone has gone up 400% in the last year and a half. Meanwhile, in the midst of what's supposed to be a roaring bull market in American stock market, S&P 500, Dow Jones Industrial, those have gone up 14%. So there's quite a disparity between, you know, internet stocks going through the roof compared with the regular stock market. I love chocolate. I wear a size 10 and I drink Merlot. OfficeDepot.com. Hoeveel fout kun je hier geld terugkrijgen als investeerder? Als je in een zeg maar in een nieuwe Yahoo investeert, ja, dat is bijna 100.000 maal meer geld. Zeg maar, Yahoo is nu in de tientallen biljoen dollar waard. Nou, er is een tijd geweest dat de onderneming 10 miljoen waard was. De meeste investeringen die ik zelf gedaan heb in private companies zitten nog steeds in de bedrijven. Dus die zijn wel aardig vermeerderd, maar die heb ik nog geen, wat ze een exit noemen. Wat betekent aardig vermeerderd? 10 maal, 20 maal, 25 maal. Een beetje in die orde van grootte. Het is beter dan de renterekening. Het is absoluut beter dan de renterekening. Ook vaak beter dan de beurs. Waar je, als je daar goed doet, kan je misschien in een jaar twee keer, drie keer vermeerderen.
Maar de mate van groei die van het startend bedrijf tot een succesvol bedrijf, dat praat je over honderden maanden. It's not always easy to find information and advice when shopping for kids. Okay, I'm back. This is Randy. How can I help you? FamilyWonder.com. Ja, bedrijven groeien, krijgen veel marktaandeel, halen omzet, worden veel. De gedachte erachter is altijd dat die bedrijven op een gegeven moment heel erg winstgevend gaan worden. Naarmate internet steeds verder groeit, steeds meer mensen internet gebruiken. Maar dat zie je toch weinig gebeuren nog? Ja, de meeste mensen die denken dat aan het eind van de regenboog staat er een pot met goud. Alleen die regenboog blijkt vreselijk lang te zijn. En het eind zien ze ook maar niet. Er zijn maar heel weinig internetbedrijven. Als je goed kijkt, als je een beetje verstand van de materie hebt, die zelfs de kans hebben om winst te maken. Dus het is absoluut een probleem dat de meeste bedrijven kunnen helemaal niet aangeven wanneer ze winst maken. Die kan je zeggen, ook als je nou 10 miljoen klanten hebt, maak je dan winst? Dan zeggen ze, nou, dat weet ik nog niet. We feel like it's gambling. It's a lottery mentality right now. The most popular show in America right now is Who Wants to Be a Millionaire. So it's people who want to get rich quick on some level. So they're hoping to get into these stocks short term, get out fast, get their money and move on. An open letter to internet company investors from the authors of the Internet Bubble. Our message, sell now. The bottom line to our analysis is very simple. With very few exceptions, every one of the public internet companies listed in our internet bubble portfolio is overvalued. Our advice to internet investors is equally simple. If you hold any of these stocks, it's time to sell. Maar zou dat er niet toe kunnen leiden dat dan die overgewaardeerde bedrijven, als straks de werkelijke waarde van hun prestatie bekend is, dat dan de aandelenkoers van die bedrijven helemaal in elkaar zakken? Ja. Dat zal er zeker toe leiden, dat hoop ik ook. En wie verliest dan zijn geld? Nou, ik ben bang dat degene die dan zijn geld verliest, dat is een beetje het punt waar sommige mensen zich druk over maken. Degene die het geld verliest is namelijk de mensen die op de beurs, de particuliere investeerder vaak, die op de beurs als laatste in de rit aandelen koopt in zo'n bedrijf. En die krijgen dan de hardste klap. Maar ik denk ook dat je nooit aandelen... De risico-investeerders die hebben dan hun winst al gemaakt. Die zijn er al lang uit. De risico-investeerders die zijn er voor een deel uit bij de beursgang, maar met name in de eerste 18 maanden na de beursgang trekken zij zich langzaam terug. Verkopen ze langzaam aandelen op de beurs aan particuliere investeerders, institutionele beleggers. Maar die zijn er voor een deel zijn die er al uit dan. In ieder geval hebben ze al ruimschoots een investering terugverdiend. There's a whole financial food chain here that's at work here in Silicon Valley and in high tech in general. You have the entrepreneurs who start the companies, the venture capitalists, the investment bankers who take these companies public, and then the big institutional investors like Fidelity, Vanguard, these big names, Amerindo, that buy these initial public offerings. But by the time they get done with them and spin them out into the public market, it's the public Joe who's investing in these things at very, very high prices. And we feel like those people are going to end up holding the bag on a lot of these stocks. Jeez. Dat is Hot Orange, dat is het eerste bedrijf wat we zeg maar, geadopteerd hebben binnen Gorilla Park. En Hot Orange is het warenhuis op het internet in Nederland. Een heel aardig motto, dat is van the nicest way to get rid of your money, or to spend your money. En dat zie je ook een beetje in de hele look and feel van de site. Maakt het bedrijf al winst? Absoluut niet, nee. Dan zou ik ze ook ernstig toespreken als het bedrijf nu winst maakt. Authentiek zijn, dat is het allerbelangrijkste. Het moet gewoon heel echt zijn. Weet je, het moet eerlijk zijn, het moet echt zijn. Dat is het belangrijkste. Het moet niet gefaked zijn, het moet niet nep zijn, namaken, het moet echt zijn. Het moet pure emotie uitstralen. Bij deze programma's is een brochure verschenen over de nieuwe economie. Gaat Nederland weer een gouden eeuw tegemoet? En wat zou dat voor de individuele burger kunnen betekenen? Vorm uw oordeel. Maak 10 gulden over op postbankrekening 66 3x8 van de RVU in Hilversum onder vermelding van de nieuwe economie.
De bestelwijze en meer informatie staat op teletextpagina 384 en op internet onder www.per-saldo.nl.